Leontien. Leontien, haar naam is gevallen. We kennen haar hele verhaal. Morgen is er de tijdrit. Ze staat op de startlijst. Jeroen Koster vroeg zich af, rijdt ze wel? Round and round, carousel, it's got you under its spell, moving so fast, going nowhere. Die is die lekker? Hey, heb je geen last van je rug en zo? Kijk, niet te ver op links gaat zitten, hè, voor die auto's. Twee dagen na haar val in de wegwedstrijd verkent Leontien van Moorsel het parcours van de tijdrit. 9-2. Dit is haar discipline. En dus moet het morgen gebeuren. En van Moorsel doet bijna alsof ze nooit gevallen is. Ja, alles voelt wel beurs. Maar ja, ik wil zo graag. En ik heb hier zo hard voor getraind. Dus ik wil me niet door die valpartij uit het veld laten slaan. Ik heb zoiets van, het moet gewoon. Zo'n tijdrit doet morgen toch keizeer. Ja, ook al voel je dan wat andere dingen die dan ook pijn doen. Ja, het is zo. Maar ik wil er gewoon voor gaan. Ik wil het hier niet bij laten eindigen. Up and down, very sweet. Tell me how does it feel to be so high looking down here. Ik vind het wel een machtig mooi parcours. Ik hoop dat morgen mijn benen me niet in de steek laten. Ik heb een beetje last van mijn hamstrings. Dus ik hoop dat ze dat vandaag nog een beetje kunnen behandelen. Maar ja, het parcours is, ik vind het echt een topparcours. Er zitten nog twee een beetje enge bochten in, waar ik iets meer zal remmen als iemand anders. Maar normaal heb je in een tijdritparcours 15 bochten of zo. Dus daar moet ik gewoon goed doorheen sturen. En daar weet deze man alles van. Miguel Indurain schrijft tegenwoordig voor een Spaanse krant en is in Athene. En als Van Moorsel arriveert, ziet hij zijn kans schoon. Indurain spreekt geen woord Engels. Van Moorsel geen Spaans, maar kampioenen begrijpen elkaar. En Van Moorsel is onder de indruk. Ja, ik hoop dat het helpt. Dat hij me een beetje ingestraald heeft. En dat ik een beetje van... Hij sloot in 1996 zijn carrière af met goud op de tijdrit in Atlanta. Maar dat zou heel erg mooi zijn. Als dat morgen zo zou mogen zijn, dan ben ik de gelukkigste mens van heel de wereld. Is it love?